Ja, Kai, dat was eigenlijk een perfecte invalbeurt. Ja, zo kun je denk ik wel omschrijven inderdaad. Hier hoop je natuurlijk op, wanneer je als spits invalt met een 0-0 stand. Ik moet zeggen, ik had ook wel het hele goede gevoel en ik had echt wel het gevoel van dat dit erin zat. Daarnaast moet ik even benoemen, gaf Amir al op de bank aan. Dit is Absalem. Ja, Absalem. Die zei van, ik heb deze aflevering al een keer gezien, jij gaat bij 0-0 invallen en scoren. Dus ja, vind ik toch wel eventjes de moeite waard om te benoemen. Dus dat was... Eigenlijk wezen alle voortekens er al op dat dit zou gaan gebeuren en gelukkig komt het uit. Ja, toen ik jou namelijk je stond net in het veld, ik zag jou al iets uitstralen, je zweeft het publiek al een beetje op. Toen had ik zoiets van, ja, hier kan wel iets uit gaan komen. Ja, ik was getergd en ik denk dat wel logisch is natuurlijk. Ik wil me graag laten zien en ik moet knokken en dat heb ik vandaag gedaan en dat betaalt zich uit. Dus ja, daar ben je dan wel heel erg blij mee. Ja, ook de manier waarop jij scoorde, daar zat heel veel in. Echt zoiets van, alles kan maar even uit. Ja, ik denk ook de manier van juichen. Ik denk dat dat voor sommige mensen best wel lastig te beseffen is. Is dat voetbal is eigenlijk, voor ons is eigenlijk het enige wat we hebben. Hè. We werken daar 24-7 voor. Je doet en laat alles voor voetbal. En als het dan niet gaat zoals je wil dat het gaat, dan is dat best moeilijk om dat een plekje te kunnen geven. Je hebt weinig afleiding. Ik zit natuurlijk ver van mijn familie af. Je werkt hier hard voor. En als het er dan zo uitkomt en je kan een winnende goal maken... In de periode waarin je dat gewoon graag ook eventjes wilt, dan komt er heel veel uit. Ja. Ja, want hoe ga jij dan om met zo'n moeilijk moment, hè? Dat je zeg maar buiten de basiself valt? Dat is eigenlijk de eerste dagen even doorbijten, eventjes door de zure appel heen bijten. En vervolgens eigenlijk de knop omzetten en weer vanuit positiviteit... weer verder gaan. Dus gewoon hard trainen elke dag en vooral positief erin blijven staan. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mijzelf. Als ik negatief in mijn hoofd ben, dan zie je dat ook aan mij. En ik denk dat ik heel positief ben gebleven in de kleedkamer, op de trainingen altijd in ieder geval positiviteit heb uitgestraald. En op die manier probeer ik het dan te verwerken en ik denk dat dat goed lukt. Ja, en dan ben je indirect ook nog betrokken bij de 2-0 met die situatie met Koremans. Wat gebeurde er? Ja, kijk, we staan 1-0 voor en de lange bal ging ik achteraan. Ik geloofde daarin, maar hij was net te hard, waardoor de keeper hem vlak voor mijn neus oppikt. En op dat moment wilde hij snel het spel hervatten, dus pak ik hem heel even vast. Zodat wij als team even de tijd hebben om toch eventjes die seconde extra om goed in de organisatie te komen. En op dat moment draait hij zich om en geeft hij me een kopstoot. Dat is eigenlijk het verhaal, dus ja, ik ga gestrekt, want hij was best wel hard. En ik krijg een rode kaart en toen ik de scheids hoorde fluiten dacht ik al van dat kan niet anders dat het een rode kaart is. Maar ik was even vergeten dat het eigenlijk nog in de 16 was, dus dat ik ook nog een penalty kreeg. Dus dat was lekker. Dan schiet Charlie hem in, dan is het 2-0 en dan hebben jullie nog een mooi feest met de supporters. Ja, dan is het gespeeld. Dan sta je tegen 10 man, hebben zijn speler op het doel. Ja, dan weet je al dat het wel gespeeld is en dan dat is mooi. Dan komt iedereen erbij en dan is het een belangrijke pot voor ons. Het was aanhaken denk ik of afhaken en dan haak je aan en dat is mooi.